Ja, 20 jaar geleden, 1 september 1990, dat was het schooljaar 1990-91, zijn we begonnen met een richting paardrijden. Wij waren toen de eerste Vlaamse school die een richting paardrijden wouden inrichten. Maar dankzij ons lerarenkorps en onze voorvechters, onze pioniers van 1990 en de ouders natuurlijk die in ons geloofden, want dat is het belangrijkste, hebben we toch kunnen zorgen dat op al die jaren nu al 150 kinderen afgestudeerd zijn. Ja, de studie richting paardrijden bestaat op ASO, TSO, BSO niveau. ASO en TSO is meer sportgericht. Het zijn meer uren keuzesport of bijkomende uren bij het lessenpakket. De bedoeling is eigenlijk dat die kinderen een andere studierichting nog gaan studeren in het hoger onderwijs. Maar als je echt professioneel wil paardrijden doen, dan kan je beter BSO volgen. Want daar heb je ook de mogelijkheid om later VLIF-steun te krijgen van het ministerie van Landbouw. De titel die je krijgt is manegehouderijmeester. De bedoeling is dat je in verschillende hippische takken kunt een carrière gaan maken. Zowel in dressuur, springen, eventing. En we hebben ondertussen al, u gaat straks lezen, de top 20... van alle mogelijke hippische disciplines, nu op dit moment voorgedragen door alle hippische verenigingen van België.